VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar VVV-TV. We beginnen vandaag met een terugblik op de wedstrijd tegen FC Eindhoven. Die eindigde in 2-2. Dat doen we met Rick Kruijs en Simon Jansen. Met welk gevoel blik je terug op vrijdag? Ja, met gemengde gevoelens. Eerste helft was ondermaats. Tweede helft was van een behoorlijk goed niveau. Het is wel zo dat we wat kansen hebben weggegeven in de omschakeling. Maar de spelintentie om naar voren te spelen, om kansen te creëren, om de zijkanten te zoeken. En om opportun te spelen, die is er wel geweest in de tweede helft. Je zegt al een wedstrijd met twee gezichten, twee helften. Overheerst dan het gevoel van die eerste helft, die teleurstelling, of toch ook de tevredenheid over van de tweede helft? Dat laatste. Ook omdat het een, ze geknokt hebben voor het punt. Ook als je kijkt naar de uitslagen op de andere velden, dan was het ook een belangrijk punt. En ik denk dat we hier op deze voet moeten verder gaan. Hoe de tweede helft was eigenlijk. Kun je dan ook leven met zo'n punt? Ja, tegenstander natuurlijk ook een aantal kansen. Zo eerlijk moet je ook zijn. De ploeg heeft er alles aan gedaan om door te knokken om voor 3-2 te gaan. Of om 2-1 te maken op het moment dat het 1-1 stond. Nou ja, als het er dan niet in zit, dan is dit de max. Het verschil tussen de eerste en tweede helft was niet voor het eerst dit seizoen groot. Heb je een idee hoe dat kan? Ja, ik zou niet weten. De eerste helft heel gelaten en het lukt allemaal niet en slordig. En dan de tweede helft komen wat nieuwe jongens erin. Deze week waren het dan Levi Smans en Sully. Ja, en je zag gewoon verschil. En ik weet niet precies waar dat aan ligt. We spelen ook de kant op van de supporters. Misschien dat dat het, ik weet het echt niet. Maar het is in ieder geval fijn dat we een betere tweede helft hebben gespeeld. Hoe leef je dat als speler dan? Want je gaat rust in na een slechte eerste helft. Hoe zet je dan die knop om? Ja, omdat het stond pas 1-0. En je weet dat, ja, je kan altijd nog gewoon winnen. En dat is ook tegen Heracles gebeurd en een paar andere wedstrijden. Je zag dat we die tweede helft toch het vertrouwen hielden dat we die wedstrijd gewoon konden winnen. En als je dat met elkaar hebt, dan ja, moet je gewoon voor zorgen dat je wat meer vooruit drukt. En dan ja, kan je altijd die wedstrijd in de tweede helft nog omdraaien. In de rust grijp je in met twee wissels die goed uitpakken. Dat is voor jou als trainer lekker, kan ik me voorstellen. Ook gemixt. Ik kan ook afvragen, had ze dan gelijk erin gezet? Dus dat is altijd twee kanten op. Maar die jongens deden hartstikke goed. Alouche en Smans, die brachten nieuwe energie, die brachten veel voetbal. We hebben veel jongens die laten zien dat ze graag willen spelen. En dat ook goed doen op het moment dat ze gevraagd worden. Ja, alles komt weer een beetje samen nu. Dus hopelijk belooft het veel goeds voor die eindfase. Ja, want we gaan inderdaad richting die eindfase, de laatste wedstrijden. Je hebt nu 4 wedstrijden op rij niet gewonnen. Heb je dan het gevoel dat je als groep echt toe bent aan een overwinning nu? Of valt dat wel mee? Natuurlijk altijd wel. Aan de andere kant, waar je staat is natuurlijk goed. Daar had je vooraf voor getekend. Maar het is nu wel zaak om de positionering die we nu hebben neergezet, om dat te verzilveren. En dat is het uiteindelijke doel, play-offs halen. Ondanks het gelijkspel tegen Eindhoven blijft VVV de nummer 5 van de ranglijst. En dus komen de play-offs steeds dichterbij. Ja, maar we zijn er nog niet. Het is nu 7 punten. We moeten nog tegen de Graafschap. Maar uiteindelijk vind ik wel dat we het niet meer weg mogen geven. Ik ben op dit moment echt alleen bezig om de play-offs veilig te stellen. Want het zou een beetje naïef zijn natuurlijk om nu aan play-offs te gaan denken terwijl je nog niet veilig bent. Dus prioriteit 1 is play-offs veilig stellen en dan gaan we weer verder kijken. In de komende weken treft VVV op papier mindere tegenstanders. Maar Kruijs weet dat ook in die wedstrijden de punten niet voor het oprapen liggen. Geen één wedstrijd is makkelijk. Je moet waakzaam zijn. Je speelt twee jong teams nog. Je speelt Helmond, je speelt Telstar en Graafschap. Dus dat zijn ook allemaal ploegen waar je op een slechte dag kan verliezen. Dus dat betekent dat we een goed niveau moeten halen. Dat betekent dat we de juiste dingen moeten blijven doen in de trainingen en op alles eromheen. En dan weet ik zeker dat we dat gaan halen. We sluiten deze uitzending af met een aantal mooie doelpunten van VVV in Velsen-Zuid. Vrijdagavond gaan we zien of de Venlonaren ook dit seizoen voor mooie doelpunten kunnen zorgen. Op bezoek bij Telstar. Kaluta met de steekbal. Joppe, de rechtsback. Kijkt goed en je ziet daar Platje inkomen. En Platje schiet de 0-1 binnen. De verdiende 0-1. Zijn 9e van het seizoen. En in de 73e minuut is Sonneveld dan toch gepasseerd. Hij stond zo goed te keeper, maar kan hier weinig aan doen.
Rijn de bal. Daar is Hagen weer bij de eerste paal. Heerlijke goal zeg! 1-1. Wat een prachtige goal. Die uit het niets eigenlijk de gelijkmaker betekent voor de ploeg van Maurice Stijn. Schitterend gedaan. Gianluca Nijholt. Die uit een onmogelijke hoek die bal in de kruising prikt. Verwoestend. Maar schitterend. Corner voor VVV. Bal blijft liggen. Coughlin dan. En die schiet hem in de kruising. Brian Coughlin. Nadat dit schot nog geblokt wordt door Plet. Niet nadenken. Gewoon een keer blind rammen. Achter de bal. Ik wilde zeggen Van Crooy, maar die laat het voor wat het is. Het wordt Leemans. En die doet wat hij wel vaker heeft gedaan dit seizoen. Namelijk scoren uit een vrije trap. Clint Leemans. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VTV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof.